Zo, een hele goede morgen en iedereen de beste wensen voor het hele nieuwe verse jaar. Kijk eens waar we zijn. We zijn bij het water, het gaat eindelijk gebeuren. Oh, hier hebben we lang naartoe gewerkt, hè. Jongen. En dan kan je hem ook eens een keer een beetje op afstand bekijken, want alles in die krappe tent, ja, daar zie je natuurlijk ook niet zoveel. Kijk, je ziet dat ik nog een paar beugels aan de aanhanger heb gelast. Ik heb de wielen heb ik vervangen. Nou ja, we staan helemaal klaar om te gaan. Nog wat kleine dingetjes. Oh, per ongeluk ook een andere auto gekocht. Ja, dat heb je als je natuurlijk je zakelijke praktijk iets meer in de praktijk gaat brengen. Dan moet er ook een andere auto komen. Want ja, ik kan natuurlijk niet met de bus van de baas in de rond te rijden. Dat zou niet netjes zijn. Dus we hebben even een hele dikke vette combinatie aangeschaft. Kijk eens joh, eindelijk weer een keer zand onder de voetjes. Dat is toch ook lekker? Jullie zullen denken, joh, stop met de gauw, hoe ga ik lekker varen? Ja, dat ga ik in principe ook doen. Ik wacht heel even tot de boten hier voorbij zijn. Er komen net een paar boten aan. Wat ik eigenlijk wil gaan doen, ik heb de motor heb ik al wel even laten draaien thuis in een bak met water. Maar ja, ik vind het toch wel fijn om die motor eerst gewoon eens even een poosje even te laten pruttelen met de kont in het water. Ja, dus we duwen zo met in de boot een klein stukje het water in. En dan laten we gewoon die motor eens even een kwartiertje, 20 minuten gewoon even lekker stationair draaien. Een beetje gassen, een beetje doen. Kijken of dat die lekker blijft lopen. Want ik heb natuurlijk geen idee ja, in wat voor staat die motor is. Dus ja, dat is eigenlijk wat in ieder geval moet gebeuren. En ja, als dat eenmaal goed is, dan kunnen we dat echt even te water. Dus dan moet ik hem eventjes in het water gooien en even de boot, denk daar, oh, langs het randje leggen. Ik weet niet precies of dat er hier niet te veel stenen liggen. Want ik moet nou natuurlijk ineens heel zuinig zijn. Ja, maar dan kan ik hem denk ik hier even tegen de kant leggen. Kan ik de trailer eruit rijden. Ja, daar gaat het wel denk ik. Daar zie ik niet zoveel stenen. Daar bij die bosjes. Kan ik hem even neerleggen. En dan trek ik de boot er even uit. Of de trailer er even uit. En dan kunnen we echt gaan varen. Dus. Toch wel een beetje spannend. Ja, het is toch wel een plaatje even een afstand. Wat een beuker is het geworden. Ja. Nou ja, lang genoeg geluld. Ik ga het even het een en ander voorbereiden. En dan gaan we plonzen. Nou, we pakken vandaag gewoon even lekker een voice-overtje erbij. En dat lijkt me net zo makkelijk. Zoals je ziet, ik heb even de drone omhoog gestuurd. En ik ben in Lopik bij de Zalmsteken. Misschien ken je de locatie wel. Hebben ze pas een hele nieuwe boothelling aangelegd. En ja, ik denk ik ga daar lekker proberen. Zeker op een winterdag is daar natuurlijk helemaal niemand. Hè? Dus je kan daar lekker op je gemak je gang gaan. Het was niet heel hoog water. Het was van de week was het hoge water geweest. Maar ja, wat je straks wel heel goed kan zien, is dat er behoorlijk wat stroming op de lek staat. Helaas heb ik daar met het eruit halen van de boot toch ook wel weer schade gevaren op die nieuwe palen die ik gemaakt heb. Ik had daar voorgenomen om daar even netjes een stuk kunststof omheen te steken. Maar ja, ik heb dit gisteren opgenomen. Ik heb eergisteren nog even snel die hele steun erop gelast. En ja, ik had eigenlijk geen zin meer om nog even langs de winkel te rijden. Om dan dat schuim te halen. Nou ja, dat is natuurlijk eeuwig zonde, want ik kan nu de zijkanten van de boot, allebei kan ik ze weer netjes over gaan schilderen. Omdat ik gewoon een grote kras heb. Maar ja, goed, het is dan mijn eigen lompheid. Nou ja, goed, de boot ligt ondertussen met zijn kont het water. Ik ga hem nu even starten en daar heb ik ook weer beelden van. Dus daar gaan we nu weer even naar kijken. Zo, we liggen ondertussen het water. Hij gaf net wel weer iets van een foutmelding aan. Als ik boven de 2500 toeren kom, dan gaat hij in een soort noodloop. Kijk, ik kan hem wel gewoon eens vooruit zetten. Het gaat op zich allemaal gewoon goed. Maar ik weet even niet zo goed wat er aan de hand is. Dus laten we voorlopig even rustig warm worden. En dan gaan we het zo meteen eens even bekijken. Ik weet het niet, de tablet wil nog niet opstarten. Het is natuurlijk erg koud. Dus we geven alles even de tijd. Nou, de motor heeft heel eventjes gelopen. En ik ga het toch maar gewoon proberen. Want ja, ik weet ook niet. Dus ik heb de trailer ietsje verder gezet nog in het water. Ik zie dat we aan één kant al los zijn. Dus ik ga er gewoon heel voorzichtig afvaren. En dan gaan we het meemaken. Ik heb helaas niet echt een steuntje voor deze camera. Ik zet hem even hier neer. We zien wel of dat die omvalt of niet. Thank you.
uit het water halen. Daar ging de camera. Ja, en ik loop natuurlijk eigenlijk gewoon een beetje te tobben, hè? Want ja, normaal gesproken dan doe je natuurlijk gewoon lekker je schoenen uit. Je stapt naast de boot op het zand en op zo'n manier kan je natuurlijk makkelijk uit de boot stappen. Maar ja, omdat het water nu zo vreselijk koud is, ja, moet je toch even een beetje improviseren. En ik dacht dat het hier handig was op het strandje, maar ja, het is natuurlijk super. Hoe zeg je dat? Flauw. Het loopt heel flauw af naar beneden. Dus je kan natuurlijk niet op een normale manier bij de kant komen. Want zeker natuurlijk de kont van de boot is best wel zwaar met die motor erachter. Dus die steekt ook best wel diep. En zeker als je de motor optrimt, komt hij natuurlijk alleen maar dieper te liggen. Omdat er steeds meer gewicht aan de spiegel komt. Dus ja, dat is niet ideaal. Maar goed, ik heb even ankertje uitgegooid. Ik kon een beetje naar de kant trekken. Ik heb gelukkig met droge voeten heb ik over kunnen springen. En dan ren ik even gauw naar de auto. En dan, dat is natuurlijk wel heel lekker nu met die pick-up. Je kan ook lekker in die laadbak heen wandelen. Zeker als je op de trailer moet zijn. Er zitten van die sidepipes aan. Dus dan kan ik zo via de... Zeker ook nu stap ik zeg maar in een gat van de velg. En dan stap ik zo op de sidepipe. En dan kan ik op die manier kan ik droog in de auto komen. Ja, zomers gaat dat nogmaals veel makkelijker. Dan stap je lekker gewoon met je voetje het water in. En dan is dat veel minder tobben. Nou ja, ik gooi even met een bloedgang die auto het water uit. En dan wil ik ook de drone nog even meenemen. Dus ja, dan moet ik zo meteen aan boord klimmen met een drone in mijn zak. En een afstandsbediening en een telefoon. En alles moet een beetje droog blijven. Dus nou ja, je weet al een klein beetje hoe dat gaat lopen natuurlijk. Eén grote tobberij. Misschien een beetje vloeken hier en daar. Maar ja, dat hoort er helemaal bij. Ik moet zeggen, dit soort dingen, ja, dan loop je toch een beetje hoog in je stress. Aan de ene kant, er kan natuurlijk niet heel veel fout, maar ja, je weet natuurlijk ook donders goed dat het water gewoon vreselijk koud is. Dat je niet met motorpech nu op zo'n snelstromende rivier wil komen te leggen. Dus ja, het is toch altijd even een beetje oppassen dat het allemaal wel goed wil gaan. Nou, hier loop ik een beetje de drone in mijn jaszak te proppen. Ik heb nog de Mavic Pro, de 1 zeg maar. Dus die is best wel groot. Ik zit eraan te denken om die Mini 4 Pro te gaan halen. Maar zoals je ziet, ik heb natuurlijk al een andere auto gekocht. En ik heb een hoop geld in die boot gestoken. Het mag wel weer eventjes. Oh, de lak. Gelijk het anker op zonnepaneel. Heel slim. Dus die drone die komt er wel voor van de zomer. Want ik wil van de zomer natuurlijk al een hoop content gaan draaien met de boot. Want het is natuurlijk toch wel heel leuk. Nou, nu lig ik natuurlijk nog steeds met de punt op de kant. En ja, ik kan natuurlijk die motor mooi optrimmen. Dus ik kan natuurlijk gewoon met de propeller half in de lucht kan ik al gas gaan geven. En als je goed kijkt, dan zie je dat er in de verte net een boot langs gevaren is. Nou ja, natuurlijk langs de lek heb je heel veel last van stroming en van zuigen en duwen van die boten. Dus ja, zeker hier, het stukje lek is vrij smal. Dus als je dan een flink schip langs hebt gehad, die duwt nog even een beetje water op. En op zo'n manier kan je natuurlijk dan toch met droge voeten van de kant komen. Dus daar maak ik daar mooi gebruik van. Een droontje even wegleggen. Druk ze lekker zachtjes mee om, hè. Zo, dan komt die camera wel gewoon goed draait. We gaan het in ieder geval proberen. Maar goed, we gaan te water en we gaan rustig gaan afvaren. Dan moet ik nog een beetje normaal beeld te maken, maar wat ik zeg, we gaan het proberen. We gaan in ieder geval te water. Nou, wat me opvalt is dat die motor echt wel super gevoelig op het gas is. Ik had voorheen had ik een 4-cilinder, een 115 pk. En dit is natuurlijk een 135, dus uiteindelijk het vermogenswinst valt wel mee. Maar ik merk wel dat die 6-cilinder een heel stuk agressiever is. Dus, en ja, het loopt fantastisch mooi. Moet zeggen dat hij wel meer geluid maakt dan dat ik hoopte. Ik dacht eigenlijk dat hij stiller zou zijn dan de andere motor. Maar hij maakt wel zeker meer geluid. Maar ja, hoe meer geluid, hoe meer snelheid zeggen we dan maar weer. Merk wat het eigenlijk. Nou, het eerste stukje vaar ik natuurlijk gewoon even rustig af. Ik heb natuurlijk geen idee wat die motor doet.
Ja, dat, het lijkt nu vrij vlak water, maar er stond best wel aardig wat wind. Dat hoor je ook wel een beetje op de camera. Een beetje hinderlijk altijd. En ja, toch ook wel aardig wat golfslag. En zeker die golfslag is natuurlijk voor het begin altijd een beetje lastig. Want zeker met die jackplate, ik heb het ding natuurlijk nog nooit getest. En ja, voor hetzelfde geld breekt heel de zooi af en stopt natuurlijk je motor in het water. Dus dat willen we natuurlijk eigenlijk niet hebben. Maar ja, goed. Ja, rustig aan, een beetje gas geven, een beetje optoeren. Lekker geluidje ook wel, hè, die zescilinder. Lekker brullen. Je weet ook precies hoe het gaat. Het gaat natuurlijk van gek tot erger. Ja, dus in eerste instantie ben ik wel even een paar keer rustig aan op en neer gevaren. Ook even kijken hoe die hydraulische besturing het doet. Die heb ik natuurlijk via V-Vor besteld. Ja, in China kost die minder dan de helft dan wat je in Nederland betaalt. Dus ik denk, joh, ik ga het gewoon proberen. En tot nu toe moet ik zeggen dat het wel echt heel erg lekker stuurt. Zeker tegenover de oude monokabel die ik had. Daar draaide ik mijn polsen bijna af. En ik kan nu zelfs met dat hele kleine stuurtje, daar kan ik echt met twee vingers sturen, kan je ook mooi zien. Het draait net zo makkelijk rond. Dus dat gaat eigenlijk super goed. Nou, de eerste stukjes in plané. Je ziet dat we aardig wat golfslag hebben, dus hij beukt hem lekker door de golf heen. Het is natuurlijk best wel een zware boot. Hij weegt 750 kilo, zo'n beetje de boot alleen. Nee, die motor die weegt natuurlijk net geen 200 kilo. En dan natuurlijk alles wat ik er nog in gemaakt heb aan gewicht. Moet ik wel zeggen, ik heb er ook aardig wat gewicht uitgesloopt. Want alle bankjes en bekleding en houten rotzooi is ook best wel zwaar. En natuurlijk al die aluminium delen die ik er dan terug inzet, die zijn wel een stukje lichter. Dus ik denk dat die niet heel veel zwaarder is geworden dan dat hij origineel was. Dus dat is dan wel weer voordelig. Je ziet dat de camera een beetje verdraait, dus de golfslag. Dat was nog niet het allerergste. Zometeen schiet hij ook los. Daar heb ik ook nog een paar beelden van. Ja, dus nu hier kan wel een beetje om de boothelling heen draaien. Dus stel dat er wat aan de hand is, dan ben ik makkelijk bij de kant. Ik had eigenlijk niet echt peddels meegenomen. Maar ja, aan zo'n zware boot en met zoveel stroming peddel je toch niet zoveel. Ja, dan had ik mijn anker meegenomen. Dan kan je natuurlijk altijd voor nood een anker uitgooien. En je zou zelfs nog met het anker je eigen naar de kant kunnen werken. Er is een vrij lange lijn aan. Dus dan gooi je hem iedere keer een beetje weg. En dan trek je eigen zo richting de kant. Dat gaat best wel goed. Dit anker houdt gigantisch goed op deze bodem. Je hoeft hem maar neer te gooien. En je ligt eigenlijk vast zelfs op de meest gekke stroming. Nou, ik moet zeggen, met de kou viel het mee. Het was maar een graad of 4-5. Maar ja, het was eigenlijk best wel goed te doen. Omdat je natuurlijk toch beschut zit achter dat huifje. Ja, heb je het eigenlijk helemaal niet koud. En dat vind ik ook echt het fijne van deze boot. Heel veel mensen zullen zeggen, ja, dat ziet er toch niet uit, joh, zo'n rare boot. Maar ja, ik vind dat niet helemaal. Maar ik vind het vooral zo verschrikkelijk praktisch. Dat je lekker uit de wind zit. Kijk, je moet wel een beetje bukken om door de raampjes heen te kijken. Ja, je ziet hier al aan mijn gezicht, hè, hoe koud het is. Gelijk de scheuren in je bek. Helemaal niet lekker. Gauw weer achter het hutje. Ik had net mijn dodemanskoord even vastgemaakt, hè. Toch wel handig. Stel dat je overboord slaat, heb je nu sowieso een probleem, want dan verzuip je levend. Ik had wel een reddingsvest bij me, maar dat paste niet over mijn jas heen. Dus dat was wel balen. Maar goed, we hebben hier eerst de eerste snelle meters. Ik heb later nog even snelheid ook opgemeten. Ja, je merkt het wel, hè? Die motor die is vrij hoog. Dus de boot gaat best wel een beetje rollen. En ja, dat is natuurlijk gewoon puur even een kwestie van gewenning. Met de huidige propeller loopt hij op zich wel goed. Ik heb het gevoel dat er nog wel een stuk meer uit te halen is. Deze motor is natuurlijk best wel overkill voor het gewicht van de boot. Dus ja, ik denk met een propeller met een andere spoed dat nog wel wat harder kan gaan. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat ik nog eens even een keertje bij Korteland Watersport langs ga. Ik heb al een tijdje contact met Jan Kees. Jan Kees die is, moet ik het goed zeggen, wereldkampioen op open water, speedbootvaren. Die woont hier in de buurt en die wil me al een beetje helpen. Super enthousiaste man, echt heel leuk. Dus met zijn ervaring weet ik zeker dat we nog een stapje verder kunnen komen. Hier zie je dat mijn ankerlijntje, dat is ook overboord geslagen. Gelukkig niet in de propeller.
Ik denk op een gegeven moment, joh, wat hoor ik nou voor een klap, joh? En dat was dus de anker die tegen het lekkere verse poedercoatwerk aan schoot. Dus even snel het lijntje binnenhalen. En dan kunnen we gauw weer verder een stukje proberen. En dat gaat natuurlijk van gekker tot erger. Een paar keer ook echt al bijna door de kuip heen geslagen. Omdat hij dan, ja, dat noemen ze gaan shinewalken. Dus dan gaat hij vanaf de ene spiegel naar de andere spiegel heen en weer klappen. En dat betekent dat je ver over je romsnelheid heen gaat. Nou, dat klopt ook wel, want ik klokte hem op een gegeven moment op 5,86 op de GPS. Dus dat zijn natuurlijk wel serieuze snelheden. En wat ik al zeg, ik denk dat er nog wel meer uit te halen is. Dus ik wil niet zeggen dat we de 100 gaan halen. Maar ik ben toch wel bang dat als ik de boot een beetje door heb en ik heb de balans een beetje goed, dat ik daar wel ijzig dicht in de buurt ga komen. En dat is natuurlijk wel absurde snelheid. Dus dat is wel heel erg leuk. Nou, je ziet nog steeds veel golfslag, hè. Dus die boot die deinst lekker heen en weer. En ik had die 360 camera had ik gewoon even met een tapeje vastgedaan. Nou ja, dat gaat op een gegeven moment niet helemaal goed. We hebben hier weer een boot, nog een boot. Aardige golven. Dus nou ja, zometeen klappert heel de camera eraf. Ligt hij eerst nog even tegen de ledbalk aan. En op een gegeven moment ligt hij zelfs in het gangboord. En daar kon ik hem gelukkig nog pakken. Ik moet zeggen dat die 360 camera al niet zo heel jovol meer is. Want de lenzen zijn allemaal al een beetje beschadigd. Maar ja, anders hadden we al deze beelden niet gehad. Hè? Want de SD-kaart zit toch wel in de camera. Dus nou ja, gelukkig dat dat goed gekomen is. Grote klappers iedere keer. Bonk, bonk. Ik zit nu naar mijn zonnepaneel te kijken. Ik heb eigenlijk helemaal niet meer gecheckt of dat hij het ook doet. Het was natuurlijk ook niet van het hele zonnige weer. Maar ik heb wel de omvormer heb ik erbij aangesloten. Het was een zonnepaneeltje van AliExpress. Want er was eigenlijk niet veel in deze afmetingen te krijgen. Zeker niet in Nederland en niet beloopbaar. Dus die heb ik dan via Ali gekocht, maar ik heb dan toch graag mijn aanstuurapparatuur heb ik wel gewoon van Victron. Dus ik heb er wel netjes gewoon een Victron laat omvormertje tussen gezet. Dus dan zou ik eigenlijk eens even moeten kijken of dat ook echt werkt. Ik moet zeggen dat hij thuis gewoon vaak aan de accubewaking staat, dus dan gebeurt er ook niet veel mee. Er staan ook twee accu's in, hè. Eén keer 55 ampère uur op de starten en één keer 140 ampère uur of zo als accessoire accu. Dus je zit niet zomaar zonder stroom. En ik merk ook dat deze motor veel harder laadt dan de andere. Dus deze dynamo is vele malen sterker. Nou ja, ik heb ondertussen genoeg geluld. We gaan even goed snelheid maken. Nou, dan sodemiet die camera eraf. En dan gaan we zometeen nog even een paar mooie drone shots bekijken. En dan ja, bedank ik jullie alvast voor het kijken naar deze video. Ga nog even lekker achterover zitten. En geniet nog even van de mooie dronebeelden. En dan gaan we volgende week met een heel nieuw project aan de gang. Dus tot volgende week weer. Later! Nou.
Thank you.